is geweest. Mensen raken bij de sekte betrokken doordat ze zich nietsvermoedend aanmelden voor een meditatiecursus. Die cursus begint onschuldig, maar al snel stellen de leiders van de sekte vreemde eisen. Zo mogen de cursisten geen contact meer hebben met familieleden en vrienden en op de duur moeten ze veel geld afstaan. De sekte heeft volgens onderzoeksjournalist Alberto Stegeman ook in Havelte gebivakkeerd. Voor het tv-programma Undercover in Nederland maakte Stegeman daar stiekem opnames tijdens een 4 dagen durende bijeenkomst. In Havelte hebben wij een seminar gedaan. Dat is 4 dagen geweest, heel erg intensief. En tijdens die seminar gaat de deur dicht. Je mag geen sociale conversaties hebben, je mag weinig slapen, je mag geen koffie drinken. Er zijn hele strakke regels. Er wordt continu muziek gedraaid en je moet alle emoties die je hebt continu omhoog rakelen. Op het moment dat je daar vervolgens in zit, is het heel moeilijk om daar in je hoofd afstand van te nemen. Dus je gaat daarin mee en uiteindelijk ging het daar heel ver. Omdat mensen ook naakt dansten en zich volledig uitkleden. En dat allemaal omdat die leiders maar blijven pushen. Wat is eigenlijk het doel van u? Waarom heeft u deze reportage gemaakt? Nou, wat ik ontzettend belangrijk vind is dat we heel veel verhalen kennen over sectes. Dat mensen zeggen, maar ik ben uit een secte gestapt of ik ken een familielid dat plotseling is verdwenen. Maar dat we nooit hebben gezien hoe het er nou echt aan toe gaat. En je denkt altijd dat mensen daar vrijwillig voor kiezen. En ik wil wel eens vastleggen hoe mensen ertoe komen. En dan blijkt dat als je daar langdurig undercover gaat, dat mensen je heel bewust een gemeenschap inzuigen. Daar hele methodes en technieken voor hebben ontwikkeld waar je op een gegeven moment niet meer tegen bestand bent. Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman was dat. En iemand die alles weet over de gevaren van Miracle of Love is ex-counselor Sjoukje Drent Bruintjes uit Oude Pekela. Ze heeft meerdere slachtoffers van Miracle of Love geholpen om de sekte te kunnen verlaten. Ze komen in mijn praktijk met de vraag, ik weet niet meer wie ik ben in de war, ik weet mij niet meer aan te sluiten in de samenleving, ik ben alles en iedereen kwijt. Hoe komen zij dan uiteindelijk tot de keus om uit die Miracle of Love te stappen? De verwarring wordt ze te groot. En ze botsen met zichzelf. Op wat voor manier komen die mensen bij u binnen? Zijn ze helemaal radeloos? Meestal wel. Een van de belangrijkste adviezen die ik mensen zou geven... als ze onder invloed zijn geweest van hersenspoelen, is kijk eens weer naar foto's van vroeger. Van voor de periode waarin de groep of een manipulator zijn intrede deed. Neem contact op met mensen van vroeger. Want de mensen van vroeger en de foto's van vroeger, die zijn gekoppeld aan de eigen identiteit. Niet de identiteit van de groep of secte of manipulator, maar de eigen identiteit. En daar moeten ze naar terug. Gebeurt het ook dat deze mensen die eruit zijn gestapt uiteindelijk nog onder druk worden gezet door Miracle of Love? Dat zij bedreigd worden bijvoorbeeld? Ja, dat is een van de grootste problemen. De magneetwerking van een zogenaamde secundaire psychologische dreiging. En dat bestaat eigenlijk hierin dat men de mensen, zolang ze bij de groep verblijven, eigenlijk vertelt, als je de groep verlaat, dan overkomt jou een ernstige ziekte of je krijgt een ongeluk. En ze vertellen ook dat je moeite zult hebben met het maken van contact met mensen in de samenleving. Dat laatste komt uit. En dan gaan ze terug. Dat is de magneetwerking van secundaire psychologische dreiging. Sjoukje Drent Bruintjes was dat. Ze was in gesprek met Ilona van Veen. De eigenaar van de accommodatie in Havelte bevestigt dat hij een ruimte heeft verhuurd aan Miracle of Love. Maar hij is geweest. Mensen raken bij de sekte betrokken doordat ze zich nietsvermoedend aanmelden voor een meditatiecursus. Die cursus begint onschuldig, maar al snel stellen de leiders van de sekte vreemde eisen. Zo mogen de cursisten geen contact meer hebben met familieleden en vrienden en op den duur moeten ze veel geld afstaan. De sekte heeft volgens onderzoeksjournalist Alberto Stegeman ook in Havelte gebivakkeerd. Voor het tv-programma Undercover in Nederland maakte Stegeman daar stiekem opnames tijdens een 4 dagen durende bijeenkomst. In Havelte hebben wij een seminar gedaan. Dat is 4 dagen geweest, heel erg intensief. En tijdens die seminar gaat de deur dicht. Je mag geen sociale conversaties hebben, je mag weinig slapen, je mag geen koffie drinken. Er zijn hele strakke regels. Er wordt continu muziek gedraaid en je moet alle emoties die je hebt continu omhoog rakelen. Op het moment
hoofd afstand van te nemen. Dus je gaat daarin mee en uiteindelijk ging het daar heel ver. Omdat mensen ook naakt dansten en zich volledig uitkleden. En dat allemaal omdat die leiders maar blijven pushen. Wat is eigenlijk het doel van u? Waarom heeft u deze reportage gemaakt? Nou, wat ik ontzettend belangrijk vind is dat we heel veel verhalen kennen over sectes. Dat mensen zeggen, nou, ik ben uit een secte gestapt of ik ken een familielid dat plotseling is verdwenen. Maar dat we nooit hebben gezien hoe het er nou echt aan toe gaat. En je denkt altijd dat mensen daar vrijwillig voor kiezen. En ik wil wel eens vastleggen hoe mensen ertoe komen. En dan blijkt dat als je daar langdurig undercover gaat, dat mensen je heel bewust een gemeenschap inzuigen. Daar hele methodes en technieken voor hebben ontwikkeld waar je op een gegeven moment niet meer tegen bestand bent. Onderzoeksjournalist Alberto Stegeman was dat. En iemand die alles weet over de gevaren van Miracle of Love is ex-counselor Sjoukje Drent Bruintjes uit Oude Pekela. Ze heeft meerdere slachtoffers van Miracle of Love geholpen om de secte te kunnen verlaten. Ze komen in mijn praktijk met de vraag, ik weet niet meer wie ik ben. Ik ben in de war. Ik weet mij niet meer aan te sluiten in de samenleving. Ik ben alles en iedereen kwijt. Hoe komen zij dan uiteindelijk tot de keus om uit die Miracle of Love te stappen? De verwarring wordt ze te groot. En ze botsen met zichzelf. Op wat voor manier komen die mensen bij u binnen? Zijn ze helemaal radeloos? Meestal wel. Een van de belangrijkste adviezen die mensen zou geven als ze onder invloed zijn geweest van hersenspoelen, is kijk eens weer naar foto's van vroeger. Van voor de periode waarin de groep of een manipulator zijn intrede deed. Neem contact op met mensen van vroeger. Want de mensen van vroeger en de foto's van vroeger, die zijn gekoppeld aan de eigen identiteit. Niet de identiteit van de groep of secte of manipulator, maar de eigen identiteit. En daar moeten ze naar terug. Gebeurt het ook dat deze mensen die eruit zijn gestapt uiteindelijk nog onder druk worden gezet door Miracle of Love? Dat zij bedreigd worden bijvoorbeeld? Ja, dat is een van de grootste problemen. De magneetwerking van een zogenaamde secundaire psychologische dreiging. En dat bestaat eigenlijk hierin dat men de mensen, zolang ze bij de groep verblijven, eigenlijk vertelt, als je de groep verlaat, dan overkomt jou een ernstige ziekte of je krijgt een ongeluk. En ze vertellen ook dat je moeite zult hebben met het maken van contact met mensen in de samenleving. Dat laatste komt uit. En dan gaan ze terug. Dat is de magneetwerking van secundaire psychologische dreiging. Sjoukje Drent Bruintjes was dat. Ze was in gesprek met Ilona van Veen. De eigenaar van de accommodatie in Havelte bevestigt dat hij een ruimte heeft verhuurd aan Miracle of Love. Maar hij